Abdiyakeye, gefeliciteerd. Nederlands record. Wat voor gevoel is dat hier? Een supergevoel. Iets waar je heel lang van droomde. Ik moet nog zien eigenlijk echt dat het echt gebeurd is. Ik zei een paar dagen geleden, dacht ik, wanneer zal ik zien zondag om 1 uur, weet je, dan heb je alles gehad. Onder de douche staan en dan kijken wat heb je gedaan. En nu is het gewoon een Nederlands record. Ik kan niet wachten om te douchen, om te dansen eigenlijk in de douche. Je filmde in Ethiopië, in Kenia, daar gaf je aan, ja, ik wil niet aangeven, ik ga op het Nederlands record weg, ik ga op een 2-9 weg. Want als je het dan niet haalt, dan is het een teleurstelling. Was het toch stiekem die gedachte om het wel te doen? Ja, die gedachte heb je natuurlijk altijd als mijn trainer en al mijn teamgenoten zeggen, Abdi, ga niet zo'n mietje, doe niet zo'n mietje, want jij loopt met ons, je kan met ons finishen te trainingen. Waarom ga je 2-9 denken? Waarom ga je 2-10 denken? Maar ik dacht, ja, ik moet toch die stap naar 2-9 laag, 2-8 hoog, moet ik toch die maken. Maar ik had echt tegen mezelf, als ik vandaag 2-40 had gelopen, 2-48, was ik super tevreden. Maar de training ging goed, maar ja, het is een grote stap. Maar misschien al die investeringen hebben gewoon heel goed uitgepakt met NR Running Team, met Nike, met Global Sport, met Amsterdam Le Champion. Dat allemaal bij elkaar heeft het gewoon voor gezorgd dat ik heel goed, heel scherp, heel sterk hier aan de start stond en heel goed kon afmaken. In 2012 was Butter die 2:59 liep, die het heel spannend maakte. Jij blijft hier vandaag net een paar seconden onder dat Nederlands record. Hoe waren die laatste kilometers voor jou? Ja, aan de ene kant heel zwaar, maar ik moet zeggen, ik voelde hetzelfde als wat ik in Rotterdam voelde. Gewoon nog steeds sterk. Maar wel die spanning van... die spanning kan je niet beschrijven. Je benen voelen zwaar, je hoofd zit helemaal... van alle kanten gaat die. En je weet gewoon, ik kan de komende maanden kan ik met een dikke smiley lopen. Of een beetje teleurgesteld zijn. Dus ik moest tegen mezelf zeggen, die 7 minuten, wat is nou 7 minuten? Vaak hebben we trainingen van 8 keer 10 minuten, of 8 keer 5 minuten en 3 kilometer. Dus ik dacht, dit is maar 6 kilometer, de laatste vaartlek van een training. 6 minuten maar, kom op, 6 minuten maar. Maar ja, je moet wel onder die 3 minuten lopen. Dus tegen mezelf blijven praten, soms tegen jezelf vloeken. Om gewoon die scherpte in te houden. Ja, aan de ene kant hier een enorm succes, maar je reist met 2 koffers over de wereld. Dat bracht al een mooie prestatie in Olympische Spelen. Nu ben je bij de beste lopers van Europa. Waar wil jij naartoe? Ja, hoger. Hè? Je wil, tot ik stop wil ik mezelf verbeteren. En er zit nog, het tank is gewoon op de helft nu. Ik kan nog zoveel harder trainen. Ik kan nog meer, nog professioneler worden. Nog meer begeleiding vragen aan een running team en Nike. En ik ga gewoon grote stappen maken, dat weet ik zeker. Als ik die focus hou en die droom blijven jagen. Want ja, daarom, ik zit daar met 2 koffers. Ik ga misschien naar Ethiopië, ik ga nu terug naar Kenia. Maar dit doe ik alles om dit te bereiken. Heel veel atleten die zaten in het begin, weet je wel, moet ik nou werk vinden, moet ik huis gaan vinden, moet ik doortrainen. Voor mij was het alles of niets. En ik dacht, ja, ik heb toch genoeg connecties als ik een been breek. Dus met werk komt het goed. Dus ik ging alles met lopen zetten. En dit is het resultaat. Ja, de Kenianen in de groep van Eliud Kipchoge zeggen op die kant 2-6. Dan kom je er toch wel aardig dichtbij. Ja, toch denken ze, Abdi, ja, zie je wel. Jij hebt van de hele groep overleefd. Waarom ging je niet met de eerste groep? Weet je wel. Maar dat houdt me scherp. En ja, Nederlands score is top. Camille Maas heeft 10 jaar geleden. Het is 10 jaar geleden. Ik loop 10 jaar atletiek. Doe ik al 10 jaar. Het is mooier kan het niet. Sorry, Camille. Laatste vraag, Camille Maas inderdaad. Toen jij begon, was hij top. Hoe heb je altijd naar hem gekeken? Ja, heel groot. Ik weet nog, toen ik net begonnen was ik liep maand en toen ging ik op YouTube al die dingen kijken. En toen zag ik de NK, was hier Galit, of Michel en Camille liepen hier de EK. En toen dacht ik, wauw, wat lopen ze hard. En na 12 rondjes zo nog sprinten. Toen won Michel, denk ik. Dus Michel won alles met 2 vingers. En op die voetsporen van die jongens getreden. Ik weet nog dat ik echt naar Michel hoog keek toen ik EK cross in Spanje, in Brussel, 2008, 2009. En van die jongens hebben mij gewoon scherp gehouden en zo van, ik wil ook wat zij hebben bereikt, bereiken. En op een gegeven moment dacht ik, nou, kan beter. Dus dat doen we.